Allereerst hebben alle leden van het kerk of van het koor een liturgie. Oké. Goedemorgen namens de kerkraad mag ik u allen hartelijk welkom. Je staat op het snoer. Oh. Ik heb een beetje eng. Zo. Nou begin ik nog een keer. Goedemorgen namens de kerkraad mag ik u allen hartelijk welkom heten in deze viering hier in de grote kerk in de Rijp. Onze voorganger vanmorgen is dominee Carina Katijn. Een speciaal welkom aan het interkerkelijk koor Holy Sound en Combo uit Amsterdam-Noord. Zij staan onder leiding van Jan Splinter, die tevens samenzang op het orgel zal begeleiden. Ook welkom aan onze nieuwe lector Els Nooy. De techniek is weer in handen van Niels van Velsen en Steven Bommer. Weer hartelijk dank voor het streamen van deze dienst. De kosters vandaag zijn Tineke Blauw en Anslof. Dank voor het klaarmaken van de kerk en het verzorgen van de koffie en de thee. Achterop de liturgie staan alle vieringen rond Pasen vermeld. Behalve de kruiswegstaties op Goede Vrijdag in de Bonifatiuskerk zijn alle andere vieringen in deze kerk. Collectes. De eerste collecte is voor de diaconie en zal worden toegelicht door Nico. En de tweede collecte is voor het college van kerkrentmeesters voor het instand houden van de predikantsbaas en het onderhoud van de kerkgebouwen. Beide collectes van harte aanbevolen. De twee bossen bloemen die hier vanmorgen staan zijn als groet van ons allen naar Geertje Roelofsen en Agathe Marees. Bij de koffietafel liggen kaarten waarop u een groet kunt schrijven. Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten. Er liggen daar ook bij de koffietafel allerlei stapeltjes van het nieuwe kerkblad. Degene die een wijk hebben, neem die alsjeblieft mee, dan hoef ik het niet rond te brengen. Oh, dank je wel. Ja. Dan wens ik u allen een goede en bovendien gezegende dienst.
Ik lees vanmorgen Psalm 118. De tekst is van Huub Oosterhuis. Dank aan hem. Hij is goed. Hij is vriend voor het leven. Ik was wanhopig. Ik riep, jij daar! En hij gaf antwoord. Ik ademde op als nooit eerder. Ik was niet bang meer voor niemand. Beter te schuilen bij hem dan te vertrouwen op mensen. Beter te hopen op hem dan te vertrouwen op macht. Open uw deuren voor mij. Ik, die hard ben geslagen, wil dank zeggen dat ik nog leef. Ik wil niet dood, ik zal leven. De steen die geen metselaar kon gebruiken, werd hoeksteen. Zo is het geschied van Gods wegen. Begrijpen zal ik het nooit. Dit is de dag die moest komen. Hoog tij, zon overgoten. Dag van bevrijding en opstaan. Dag van zingen en dank. Dank aan hem. Hij is goed. Hij is vriend voor het leven. Het licht is ons voorgegaan en straalt als een lopend vuur. Het wijst ons de weg hoe we in vrede kunnen gaan. Dit licht is voor ons de zon. Het zegt hoe de goede God het donker van onze nacht met liefde overwon. En daarom mag ik u toewensen met de woorden van Paulus dat God onze Vader goed voor jullie is en jullie vrede geeft. Amen. Vandaag is een dag van vreugde en een dag van inkeer. De liturgische kleuren zijn dan ook rood van de passievolle liefde en paars van de passievolle inkeer. Een liefde die zo groot is dat ze je volledig in beslag kan nemen en zelfs pijn kan doen. Iedereen die wel eens verliefd is geweest of nog steeds is, weet daar alles van. Voor die dubbelheid van liefde die overal in de wereld te vinden is, roepen wij vandaag God aan. Voor de liefdevolle bezorgdheid van soldatenouders, zowel aan Oekraïnse zijde als aan Russische. Zal ik mijn kind ooit weer in de armen kunnen sluiten? Voor de grote zorgen van families in Israël en Gaza. Zullen we ooit naast elkaar in vrede kunnen wonen? Zonder angst of argwaan voor de buren. Voor het verlangen naar verkiezingen in vrijheid wereldwijd, zonder controle van een overheid of van ogen die met je meekijken op wat je stemt. Voor liefde die in het voorjaar weer tot bloei en groei komt in nieuwe generaties, in bloesem en in vruchten. Voor het gemis van mensen in ons midden, herinneringen die schrijnen. Voor het uitzien naar vakantie, naar dromen die waar worden. Voor het feest van Pasen dat voor de deur staat. Voor de kracht om door Goede Vrijdag heen
om door Stille Zaterdag heen te komen en uit te zien naar de vroege paasmorgen als het licht weer schijnt, net zoals elke dag en toch anders. Voor de hoop die ons in leven houdt, voor u die nabij bent, bidden we zingend, niet verdeeld, maar samen. Straks aan het einde van de viering zullen we als druppels op een gloeiende plaat onze gaven inzamelen. Een begin van een andere wereld, van omzien naar elkaar. En we blijven dat doen elke zondag. En u hoort nu alvast van Nico waarvoor we straks onze gaven inzamelen. Vandaag, hopelijk dat het allemaal goed gaat. Vandaag is de collecte bestemd voor Artsen zonder grenzen. Ik zal u een aantal projecten noemen. Structurele noodsituatie Griekenland, moeder- en kindzorg, water- en sanitair, psychologische zorg, vluchtelingenzorg. Medische hulp Oekraïne. Psychologische zorg, vluchtelingenzorg, tuberculose. Aardbevingen in Syrië en Turkije. Noodhulp, medische hulp, distributie hulpgoederen. Hulp tijdens conflicten Soedan. Oorlogschirurgie, malaria. Grote zorgen om de situatie in Tigray, vluchtelingenzorg. Verwoesting en trauma's in Irak. Psychologische zorg, vluchtelingenzorg, oorlogschirurgie, noodhulp Somalië, ondervoeding, vluchtelingenhulp, crisis op crisis in Congo, moeder- en kindzorg, ondervoeding, vaccinatiecampagnes mazelen. Afghanistan, dringend meer hulp nodig, moeder- en kindzorg, tuberculose. Situatie in Syrië, medische hulp, distributie hulpgoederen. Hulp aan mensen in Venezuela, psychologische zorg, malaria. Crisis bij aanmeldcentrum Ter Apel, psychologische zorg, vluchtelingenzorg, corona. Er komen veel vluchtelingen binnen met corona-verschijnselen. India, zoveel armoede, psychologische zorg. Jemen, land in crisis, ondervoeding, oorlogschirurgie, cholera. En zo kan ik nog heel lang doorgaan, want Artsen zonder Grenzen is bezig met 70 projecten wereldwijd. De collecte wordt hartelijk bij u aanbevolen en is erg nodig voor al het goede werk wat er gedaan wordt. Nog vele druppels nodig op die gloeiende plaat. Maar we vertrouwen erop dat vele druppels ook zo'n gloeiende plaat kunnen afkoelen. Dat het anders kan. En vanuit dat vertrouwen zijn we ook een hele tijd geleden op weg gegaan naar Pasen. We naderen de 40 dagen. En ik draai me ook maar eens even naar jullie, want jullie hebben dat helemaal niet, weten dat helemaal natuurlijk niet. Wij zijn begonnen met een eigen
paasproject dit jaar. En dat is bedacht door onze vilddames, noemen we dat. Die maken prachtige werkjes die jullie hier zien hangen. En elke week komt er iets bij en tussendoor komt er af en toe een letter hangen. Nou, dat wordt heel spannend. Welk woord dat wordt, dat kunnen jullie denk ik langzamerhand gaan raden wat daar komt te hangen. Maar we houden het nog even spannend tot aan Pasen. We zijn begonnen hier met een Fabergé-ei. Een vruchtbaarheidsgeschenk van de tsaar aan de tsarina. En dat Fabergé-ei wees ons op de verborgen kracht van nieuw leven in ieder mens aanwezig. En daarna vloog de wijze heksen uit Scandinavië bij ons binnen. Een herinnering aan goddelijke wijsheid die overal in en om ons heen te vinden is. Toen kwamen we bij de eilanden van Bermuda. Het vliegermannetje kwam ons iets vertellen over de krachtgevende verbinding tussen Goede Vrijdag, hemelvaart en de komst van Gods geest voor ons allen. Een kaars uit Roemenië herinnerde ons aan het licht van de schepping, het licht in Jezus Christus en het goddelijke licht in ons eigen hart. En vorige week had het Joodse poetsvrouwtje een klein beetje tijd voor ons. Ze had het druk. Want vandaag met Purim begint de grote schoonmaaktijd. Alle gameets moet weg uit het huis. Ze zette ons aan het denken over de figuurlijke gist in ons leven. Waar zijn wij eigenlijk aan verslaafd? Waar verliezen wij ons in ijdelheid of worden wij door leeggezogen? We mogen het allemaal wegpoetsen uit ons leven. En vandaag blijven we dicht bij huis. Met een typisch Nederlandse gewoonte. Die van de palmpazenstok. Oftewel de palmpaas. Hij komt voort uit de katholieke processies rond de middeleeuwen. Die processies zijn ooit begonnen met een ezel en een bisschop die de rol van Jezus op zich nam, aanschouwelijk onderwijs. Zowel de ezel als de bisschop werden al gauw vervangen, misschien door dezelfde koppigheid, vroeg ik me af, door de houten figuren op wielen en werden voortgetrokken door, het was een eerbaantje, teruggekeerde christenstrijders uit Jeruzalem. Met de komst van de reformatie werden deze optochten verboden en kwam er een net geaccepteerde variant op komst. Kinderen liepen voortaan met een palmpaas. Aan een kruisvormige stok, versierd met diagonaal draaiende stroken papier, net als ooit ook de meiboom zo versierd werd, kwamen symbolen uit het paasverhaal en de lentefeesten te hangen. Een krans als teken van eeuwig leven. 12 rozijnen verwijzend naar de 12 discipelen. 30 zilverlingen die betaald werden aan Judas na zijn verraad. Een sinaasappel of een andere zure vrucht als teken van het zure vocht dat Jezus te drinken kreeg aan het kruis. Eieren als teken van nieuw leven. Groene takken van de juichende gemeente op Palmzondag. Soms hingen er nog witte stroken aan, verwijzend naar het laatste avondmaal, net als het broodhaantje bovenop. Dat trouwens ook deed denken aan Petrus falen en misschien ook wel aan ons falen, om in woord en daad Jezus trouw te blijven. De palmpaas kon er van regio tot regio iets anders uitzien, net al naar gelang de oude gewoontes voortschreven. Weet u wat de palmpaasstok uit Alkmaar bovenop had staan? Kaas, oh, dat vind ik een leuke. En twee zwanen die uit elkaar kijken. Dus niet naar elkaar kijken, maar van elkaar weggeven kijken. Waarom? Ik ben op zoek gegaan. Nou, je denkt al gauw aan de Lutherse zwaan misschien wel.
En in Gent kom je dan ook een huis tegen waar ook twee uit elkaar kijkende zwanen te vinden zijn. Die staan dan voor vrouwen en drank. Oftewel een huis van vermaak voor mannen. Maar of het daar nou zo naar verwijst? Zoals wel vaker deze week, deze 40 dagen tijd, moet ik u het antwoord schuldig blijven. Wie het weet mag het zeggen. Ik heb het antwoord nog niet gevonden. In ieder geval is de palmpazenstok een voorwerp als herinnering aan het paasgebeuren. En ook gisteren zijn ze hier in de kerk weer in elkaar gezet. Ruim 30 kinderen samen met vaders, moeders, opa's, oma's en een flink aantal vrijwilligers uit onze kerkgemeenschap, waarvoor hartelijk dank, hebben hun tijd en energie ingezet en er zijn prachtige stokken de deur uitgegaan. Soms voor het raam gezet thuis om nog even lekker zelf van te genieten en soms ook weggebracht naar opa of oma. En wij hebben vandaag een kleine gast met een palmpazenstok in ons midden. Kom hem straks nog eens even van dichtbij bekijken, want de details zijn echt top, Ellie. En ze heeft er wat werk aan gehad dit keer. Over het feest van palmpazen, met haar accenten van vreugde en verdriet, gaat ook het volgende gedicht dat Els voor ons zal lezen. Het was palmpazen en de stad liep vol toen Jezus ezel over het wegdek schreed. Maar Jezus zelf vond het toch maar gesol te worden ingehaald als nieuw profeet. Hij wist hoe niemand in zijn eigen stad profeet kan zijn, nog in Jeruzalem. Het leek of men vertrouwen in hem had. Maar wat was hij voor hen? Hoe zag men hem? Hij wist hoezeer de kans soms keren kan. Men zwaait met takken en men vindt je tof. Maar wat betekent heel dit feestenplan? Men rolt tapijten uit en zingt je lof. En dagen later slaat men je aan het kruis, omdat je zegt dat God een vader is en jij zijn zoon bent en Gods huis een woonplaats is en geen gevangenis. O God, leer ons palmpazen te verstaan en inzien dat jij ons een vrede biedt, die meer is dan gedruis en massawaan. Jouw rijk is echt van deze wereld niet. En dan kondig ik ook nog wat gaan zingen. Oké, dan zingen we nu lied 871, couplet 3 en 4. Thank you.
Gezegend zijt gij die komt in het, aan het licht, in de vreemde die voorbij gaat, in de kleine, de laatste, de minste der mensen. Een zegen ben je die water geeft aan wie dorstig is, onderdak aan wie op weg is, die luistert naar gebroken woorden, die brood geeft en geen steen. Een zegen ben je die de deur opent voor wie aanklopt, de haveloze kleedt, de verzwakte sterkt, de eenzame verlicht en waakt bij de zieke in de nacht. Een zegen ben je die niet bang is voor de vreemde, tijd deelt met wie verward is, verdwaald, die niet neerkijkt op wie gebogen gaat, de zwerver ziet staan. Een zegen ben je die het uithoudt met wie beschadigd is, verwond, getekend door pijn, die de wankele schraagt, de boze behoedt en zwijgt en spreekt op zijn tijd. Een zegen ben je die vreugde deelt met wie je wegkruist, die put uit overvloed en het weinige wegschenkt, die zingt en speelt met kleur en klank en luistert naar de hartslag van de levende in al wat leeft. Gezegend zijt gij, die komt aan het licht, in de vreemde die voorbij gaat, in de kleine, de laatste, de minste der mensen. Thank you.
Vandaag is heel ons samen zijn één grote overdenking van het paasgebeuren. Rood en paars die in elkaar overlopen. Passie van vreugde en inkeer. In woorden, liederen en gebed. We lezen op weg naar Pasen vandaag een van de oudste geloofsbelijdenissen in de Bijbel. In de woorden van Paulus. En Els zal ze voor ons lezen. Ik lees uit Colossenzen 1, 10 tot en met 20. Als jullie weten wat God wil, dan kunnen jullie altijd doen wat hij verlangt. Dan kunnen jullie leven op een manier die bij christenen past. Dat betekent dat jullie veel goede dingen zullen doen en God steeds beter zullen leren kennen. God zal jullie dan steunen met zijn grote hemelse macht. Hij zal jullie kracht geven om geduldig vol te houden in alle moeilijkheden. Jullie moeten blij zijn en God de Vader danken. Want hij heeft ervoor gezorgd dat jullie nu bij de hemelse wereld horen. Net als alle andere christenen. Hij redde ons allemaal uit de macht van het kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe wereld van zijn Zoon Christus, van wie hij zoveel houdt. Omdat wij Christus horen, zijn we gered en zijn onze zonden vergeven. Christus heeft ons laten zien wie God is. Door hem werd God zichtbaar. Met Christus is de schepping begonnen. God heeft Christus alles laten maken. Alles in de hemel en alles op aarde. De zichtbare en de onzichtbare dingen. Ja, zelfs alle hemelse machten en krachten. Alles is door Jezus gemaakt en alles bestaat om hem te dienen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen. Alles is op hem gericht. Christus is het hoofd van de kerk. Met hem is de kerk begonnen toen hij als eerste opstond uit de dood. Alles is met hem begonnen. God zelf wilde aanwezig zijn in Christus, want hij wilde via zijn Zoon vrede brengen tussen de schepping en zichzelf. Hij liet hem voor ons sterven aan het kruis en daardoor is het nu weer goed tussen God en iedereen op aarde en in de hemel. Laten wij een moment van stilte nemen om voor onszelf te bidden. Een week van hoogtepunten en dieptepunten ligt voor ons, God. Ga met ons mee in deze week. Ga met ons mee door onze eigen hoogte- en dieptepunten heen. Houd vast al die mensen die naar u zoeken. En houd ook hen vast die niet weten dat u er bent. Maar u heeft ze wel geschapen.
Laat niet los wat uw hand begonnen is. Vanuit dat vertrouwen mogen we verbonden met vele christenen van alle tijden en alle plaatsen het gebed bidden dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Jezus was met zijn leerlingen in Betanië, het dorp dat heet Huis van de Armen. Ze waren bij Simon de niet meer melaatse in huis. Er kwam een vrouw binnen. In haar hand droeg ze een albasten kruikje met zuivere mirre. Het flesje had een ranke hals, waardoor het zijn kostbare inhoud slechts druppel voor druppel losliet. De vrouw liep naar Jezus toe. Rabbi, zei ze ontroerd. Rabbi. En ze brak de hals van het kruikje.
Ze goot alle mirre zomaar over Jezus' hoofd. Ze zei geen woord. Toch wist iedereen aan tafel waarom zij dat deed. Met mirre worden Israëls koningen door profetenhanden tot koning gezalfd. Wees gezegend, o koning, wees onze vorst bij de gratie Gods. Maar niet alleen Israëls koningen worden met geurige mirre gezalfd, ook Israëls doden. De onbekende vrouw in Betanië zalft Jezus bij zijn leven. Na zijn dood zal dat niet meer kunnen, want gekruisigden krijgen geen begrafenis. Als zij hem nu niet zalft, zal hij nooit worden gezalfd. De vrouw sprak geen woord. Haar daad sprak voor zichzelf. De geur verspreidde zich door het hele huis. Mirre ruikt naar rozen en lelietjes van dalen. Mirre ruikt naar het paradijs. Maar de discipelen hadden er geen goed woord voor over. Wat een verspilling, weggegooid geld. Ze had die mirre duur kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven. Wat zonde. Nee, zonde is wat anders, zei Jezus. Jullie begrijpen die vrouw niet, omdat je nog steeds niets van de liefde begrijpt. Dat van die armen klinkt heel vroom, maar dat kun je je hele leven nog doen, je over de armen ontfermen. Die vrouw heeft mij getroost. Ze heeft mij al voor mijn dood gezalfd en mij haar liefde betoond. Haar kostbaarste bezit heeft zij weggegeven. En niet maar een paar druppels, nee, alles wat in dat flesje zat. Liefde is altijd overvloedig. Ze wordt nooit spaarzaam gegeven. Zal ik jullie eens wat zeggen? Het verhaal van deze vrouw zal de hele wereld overgaan. Eeuw in, eeuw uit zal het worden doorverteld. Judas, een van de discipelen, stond op en verliet het huis. Hij verliet Betanië en ging naar Jeruzalem, naar de priesters en de schriftgeleerden die bezig waren een list te verzinnen. Dat hoefde nu niet meer. Ik zal Jezus aan jullie uitleveren. Hoeveel krijg ik ervoor? 30 zilverlingen, zeiden ze. Hier heb je ze. Judas stopte het geld in zijn zak en verdween in de nacht. Waarom wilde hij de koningszoon verraden? Waarom wilde ook hij van hem af? Kon Judas het niet verdragen dat hij net weer zo'n pijnlijke les in liefde had gekregen en wilde hij daarom Jezus tot zwijgen brengen? Of was het iets anders?
Blijf maar staan, want we gaan elkaar de zegen toezingen en dat doen we staande. En de gehele 40 dagen tijd zingen we al dezelfde zegen. En vorige week verzuchten er nog een paar mensen, het lukt me nog steeds niet zonder blaadje. Gelukkig hebben we nog even een paar keer om te oefenen. God zal met je meegaan, we zingen het elkaar 2 keer toe.